In de nacht van 9 op 10 november 1938 lichten door heel Duitsland de straten op in een onherspellend licht. Ruim 1400 synagoges en Joodse gebedsoorden gingen in vlammen op. Ook duizenden winkels werden vernield en honderden Joodse mensen werden vermoord of tot zelfmoord gedreven. De volgende dag begonnen grootschalige deportaties naar concentratiekampen. De razzia's in de nacht wordt ook wel de Kristallnacht genoemd. Het Vrijheidsmuseum herdenkt deze nacht zaterdagavond. Tijdens de herdenking van zaterdagavond wordt onder meer de documentaire Razzia 42 vertoond. Die gaat over Nijmegen, de grootste razzia in Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog. En die documentaire laat een aantal persoonlijke verhalen daarin zien. En we laten de documentaire zien. We gaan daarna in gesprek met de makers van de documentaire. Over de achtergronden, ook waarom er bepaalde keuzes gemaakt zijn. Dat doen we, dat is een deel van de avond. En professor Mark van Berkel, bijzonder hoogleraar Holocaust-educatie, geeft ook een lezing over Holocaust. Verwacht u dit jaar een extra levendige lezing gezien de actualiteiten? Hij is altijd levendig. Nee, wij doen dit. Ik zei net al, we doen het ook al flink wat jaren, al meer dan 20 jaar. En ik snap dat gezocht wordt naar de koppeling met de actualiteit, maar zo zien wij het niet. Wij herdenken dit omdat het een verschrikkelijke gebeurtenis was die ook historisch gezien erg belangrijk is geweest. En dat is de reden voor ons om die avond te organiseren. We beginnen dus inderdaad met de lezing van Mark van Berkel. Daarna vertonen we de documentaire en daarna gaan dus Mark van Berkel, de documentairemakers en het publiek met elkaar in gesprek. Dat is ons programma van morgenavond. Ik zag wel dat het publiek van tevoren zich moest aanmelden. Ja. Wat voor publiek verwacht u? Of is misschien ook de ervaring van vorig jaar? Ik heb natuurlijk even door de namenlijst gekeken, want daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Ik zie een aantal bekende namen, mensen die vaker bij ons zijn, omdat ze gewoon ons onderwerp en ons thema interessant vinden en een warm hart toedragen, zeg maar. Ik verwacht dat dat het publiek zal zijn. Ja. Het publiek dat al kennis heeft van de Kristallnacht. Ja, of in ieder geval, kennis heeft. We gaan niet inhoudelijk over die nacht. We gaan niet die nacht reconstrueren of wat dan ook. Nee, we zien het als een herdenking, als moment om stil te staan bij dat punt in de geschiedenis. Dus het is geen uitgebreide educatie over de nacht zelf. Nee.